Ja, ja, natuurlijk, Vizier weer. En vandaag weer een nieuwe aflevering van de Road to 75 Kills op MW3. En vandaag ga ik een keertje spelen met de Killstreak Predator Harrier Chopper Gunner. En de bedoeling is natuurlijk 75 kills te halen. Ik heb meerdere klasses eventjes erop staan, zeg maar, waarmee ik kan gaan spelen. Ik hoop dat het niet al te laggy is, want dat is natuurlijk ook heel erg belangrijk. Ik ben al een tijdje aan het opnemen. Het is echt, ik word elke keer uitgegooid uit de connectie to host lost en bla bla bla. Lobbies waarbij ze echt eetserig spelen, dat ik er echt niet kan uploaden, dat ik echt alleen maar loop te zeiken. En soms is het niet erg om een zeikpotje te uploaden, maar nu maar eventjes niet. Dacht ik bij mezelf. Maar ik heb wel zo'n beetje me voorgehouden dat het eigenlijk dit moet hem zijn, gewoon denk ik wel. Want ja, anders kan je wel elke keer gaan blijven. En soms is het gewoon wat het is, hè? En dit is het dan gewoon. Ja, ik moet eventjes weggaan. Want ja, ik moet even kijken waar ik naartoe moet eigenlijk, zeg maar. Wat de handigste plek is. Ik zie dat er iemand op die cap gaat. Oh, kut! Twee mensen op die cap. Ai. Ik dacht bij mezelf, ja, dan ga ik even die twee één killen. Maar er zaten er dus twee. En dat kan je soms niet helemaal goed zien. En dat is ook jammer. Nou, dit is wel een beetje het campenhoekje. Maar fuck it. Zo. Even kijken of ze hier naar binnen komen. Komen jullie hier naar binnen? Denk het wel. Denk het wel. Ja. Oké. Oh my fucking god. Even naar achteren toe. Waarom reloadt hij niet goed? Nee. Wow. Ah. Maar dit is de, ja, hoe moet ik het zeggen? De rush. De camp techniek, tactiek. Oké. Ik kan niet reloaden ofzo. Oké. Er zit er eentje boven, denk ik. Oh nee. Bijna dood voor niks. Ik moet mijn streaks halen. Dat is het probleem juist. Oké, kom op. Oké, kom maar. Kom maar, waar zit je? Ga je hier naar beneden? Nee, dat gaat hij niet. Ja, dat is een herrier. Hup, klaar. Kijk, nu ga ik even liggen hier. Kijk. Nou, nog één kill nodig en dan heb ik mijn chopper gunner. Dat blijkt wel verwachten. Ja, chopper gunner. Kijk, boom. Klaar. Nu kunnen we repen. Kijk of het gaat. Ah, dat is wel eentje weg, Trek, jongens. Maar oei. Beetje laggy. Come on. Hij gaat niet dood. Ik had trouwens, denk ik, een nuke gehaald nu. Tenminste, met nog één kill te gaan. Had ik een nuke gehaald. Maar ik zit op goede streak eigenlijk, zit ik op. En nou, dat is wel nu dat ik eigenlijk dood moet gaan. Kijk, oh, nou.
Even kijken of ze hier zitten. Ah, ik had dood gegaan. Of niet. Ah, oh, dan had ik hem bij elkaar gekend. Maar dan had ik die noob wel gehaald hoor. Maar nu maakt het eigenlijk niet zoveel uit. Ik moet nou een nieuwe streaks halen. En dat moet door middel van... Van weer opnieuw een streak halen. Dat is echt zo irritant altijd in deze game. Oké, okay, nice. Ho. Ho. Even hier omheen. Kaar. Ai, ai, ai. Wow, wow, wow. Die spawnen daar. Heel lekker, jongens. Ja. Oké, okay, nice wegwezen. Painkiller. Painkiller is niet zo lekker. Oké, okay, Predator. Oh, en onze maatjes gaat ook stries krijgen nu. En dat is niet zo lekker, jongens. Niet doen! Ja. Niet doen, jongens. Maatjes, geen streaks krijgen. Oei, oei, oei. Oei, 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 Chrisje, Chrisje. Ja, dat is een probleem. Sterker nog, dat is een groot probleem. Zit er iemand? Daar zit iemand, ja. Dus ik heb eigenlijk de hele tijd zit ik op te nemen. Dan heb ik gewoon AIDS lobby's. En dan heb ik eindelijk een goede lobby. Zet die randdebiel een nook in. Ja. Dan wordt het wel een heel zeurderig verhaal natuurlijk om, om die 75 kills te gaan halen. Nou jongens, geef me dan een duimpje mee in ieder geval omhoog. Tot de volgende aflevering, tot de volgende keer en bye bye.